Wat je hier ziet is een WordPress-website. En op deze website heb ik een bericht geopend met de titel Cirkels zijn mooi. En in dit bericht, een klein beetje naar beneden, heb ik een knop geplaatst met daarop de tekst: Bekijk cirkel. Nou, deze knop heeft een mooie functie. Als ik erop klik, zal er namelijk een cirkel tevoorschijn komen. En tegelijkertijd zal deze knop verborgen worden. En dat alles zonder dat mijn website opnieuw hoeft te laden. Ik klik op de knop en daar zie je mijn cirkel verschijnen en mijn knop is verdwenen. Nou, het kunnen laten verschijnen van objecten of het kunnen laten verdwijnen van objecten op je website zonder dat je website opnieuw hoeft te laden kun je voor elkaar krijgen met een stukje jQuery code. En hoe je dat kunt doen op je eigen WordPress website, dus hoe je met behulp van jQuery objecten kunt laten verschijnen of kunt laten verdwijnen op je eigen WordPress website, dat is wat ik je laat zien in de video die nu komen gaat. Met jQuery kun je hele aardige dingen doen, zo kun je bijvoorbeeld objecten op je website laten verschijnen zonder dat je pagina of je website opnieuw ververst hoeft te worden of opnieuw geladen hoeft te worden. Ik heb hier een, een WordPress website met een bericht geopend en een, het bericht cirkels uh, zijn mooi en als je wat naar beneden scrolt dan zie je een mooie cirkel, uh, alleen ik wil nu deze cirkel pas tonen zodra een bezoeker op mijn website op een knop klikt en dan moet die cirkel dus geladen worden zonder dat mijn website opnieuw geladen hoeft te worden. Dus alleen de cirkel moet dan geladen worden. En dat gaan we regelen met uh, een stukje jQuery. Nou, ik zal eerst naar de beheeromgeving van mijn WordPress website gaan en dan dit bericht gaan openen. Dus ik ga in mijn WordPress dashboard naar berichten en dan naar alle berichten. En ik open dan het bericht cirkel zijn mooi. Hierin had ik mijn uh, cirkel geplaatst. En mijn cirkel bevindt zich in een div met de class rondje-buiten. En trouwens, voor ik verder ga, even dit. Je ziet boven mijn tekstverwerker twee tapjes: tekst en visueel. Als je op visueel klikt, dan kom je in een zogenaamde What You See is What You Get editor. Als je op de tab Tekst klikt, dan kom je in een zogenaamde HTML modus. En ik zit nu op de tab Tekst en ik blijf hier ook in werken om een ander voor elkaar te krijgen. Maar ik wil dus deze div met de klas rondjes buiten, waarin dus mijn cirkel zich bevindt, wil ik pas tonen zodra iemand op de knop geklikt heeft die ik dadelijk ga aanmaken. Ik ga daarvoor eerst een extra CSS class aan deze div aanbrengen. En de div heeft nu de klas rondje buiten. Ik ga er de klas hidden aan toevoegen. Dat doe ik door met mijn cursor achter de klasnaam rondjes buiten te gaan staan. Ik druk één keer op de spatietoets en ik typ dan hidden. Ik voeg dus de extra class Hidden aan deze div toe en ik klik op bijwerken. De class Hidden komt uit Bootstrap. En als je WordPress-thema gebruik maakt van het Bootstrap-framework, dan zal deze CSS-class Hidden meteen bekend zijn. Het kan ook zijn dat jouw thema niet gebruik maakt van het Bootstrap-framework en dan moet je deze class Hidden even toevoegen aan je CSS-bestand. En dat doe je als volgt: je gaat naar Weergave en dan naar Editor en dan krijg je de bestanden en mappen van je thema te zien en hier zie je mijn thema en standaard wordt het staal.css bestand geopend, dus je stylesheet nou scroll helemaal naar beneden in dit bestand en helemaal onderin maak je wat nieuwe regels en dan typ je het volgende punt .hidden in CSS benoem je een classnaam met een punt en dan de classnaam dus punt .hidden, hiermee weet de browser dat ik de class hidden wil stylen dus punt .hidden, accolade openen dan een paar enters en dan accolade sluiten. En tussen de accolade openen en accolade sluiten typ je display dubbele punt non punt comma. Wat je hiermee wil zeggen is dat alles wat de klas hidden heeft uh, niet getoond wordt. Wordt wel uh, in je HTML code gezet maar niet op je website getoond. Dus display dubbele punt non punt comma. En klik op bestand bijwerken om je style.css bestand op te slaan. Ik ga nu weer terug naar mijn bericht dus naar berichten. Alle berichten en ik open weer het cirkels zijn mooi bericht en ik ga nu eerst een knop toevoegen waarop mensen dus kunnen klikken. Dus ik ga met mijn cursor voor de regel div classes rondje steepje buiten staan, dus de div die ik dadelijk tevoorschijn wil laten komen. En in de lege ruimte plak ik een knop of zet ik een knop neer en daarvoor plak ik de volgende code: kleine randteken button. Dat is het HTML-element voor een knop. Dus kleine randteken button. Spatie id is dubbele aanhalingstekens actie btn. Dubbele aanhalingstekens, groter dan teken. Dan de tekst op de knop. Er is bekijk cirkel en een paar keer het groter dan teken. En dan sluit ik het HTML-element button weer af door kleiner dan slash button groter dan te typen. Hiermee krijg je dus een knop op je website met de tekst bekijk cirkel. En je ziet, deze knop krijgt een ID, actie BTN. En met deze ID gaan we dadelijk met een stukje jQuery Script wat doen. Nou, ik klik eerst op bijwerken om mijn pagina op te slaan, en ik zal dan aan de voorkant mijn website opnieuw gaan laden om te kijken of mijn knop inderdaad verschenen is. En daar zie je mijn knop, en je ziet ook dat mijn cirkel niet meer getoond wordt. En dat komt, ik had uh, de div dus uh, waarin mijn cirkel zich bevindt de class hidden gegeven. Nu wil ik ervoor zorgen dat als ik op deze knop klik, die nu nog niks doet dus, maar als ik daarop ga klikken, uh, dat de class hidden uh, verwijderd wordt en dus mijn cirkel getoond wordt. En dat doe ik door in mijn WordPress-bericht de volgende code te plakken. En ik zal boven mijn knop wat ruimte maken. En boven mijn knop plak ik deze code. Nou, eerst het, uh, een script-tag. Hier start dus een script. En het script eindig ik ook met een script-tag. Een kleiner rond, slash, script. En daartussenin vind je weer jQuery. En het belangrijkste wat die doet. Nou, uh, de, het ID actie btn. En dat ID had dus mijn knop. Uh, die krijgt een klik uh, of een functie als je erop klikt. En wat is die functie? Nou, als je erop klikt, dan wordt voor de class rondje steepje buiten, dus voor mijn div met de class rondje steepje buiten, de class hidden verwijderd. Dus remove class hidden. Tegelijkertijd, als je op de knop klikt, dan wordt voor het ID actie BTN, dus voor mijn knop, de class hidden toegevoegd. Dus add class hidden. Dat betekent dus als ik dadelijk op de knop ga klikken, euh, mijn cirkel zal verschijnen, maar mijn knop zal verdwijnen. Nou, ik zal op bijwerken klikken en dan gaan we kijken of het inderdaad werkt. Dus ik ververs aan de voorkant mijn website weer. Ik klik op de knop en er gebeurt niks. Ik ga terug naar mijn bericht. Ik ga even naar visueel toe en ik ga dan terug naar tekst. Ik klik op bijwerken. Ik ververs nogmaals de voorkant van de pagina. Ik klik op de knop en nu zie je dat mijn cirkel verschijnt en dat het knopje is verdwenen. Ververs ik mijn website weer, dan zie je dat mijn knop weer verschijnt. Maar zo kun je dus uh, door een klik op de knop zaken laten verschijnen zonder dat je hele pagina weer opnieuw hoeft te laden. Nou, hier kun je leuke toepassingen voor verzinnen. Stel je voor dat je een uh, aanmeldformulier hebt, uh, alleen je wilt niet meteen het hele aanmeldformulier tonen in je artikel. Dan zou je ook een link of een knopje kunnen plaatsen met uh, klik hier om je meteen in te schrijven. En zodra men daarop klikt, dan pas komt jouw aanmeldformulier tevoorschijn. En ik heb nu dan een. Uh, een div uh, die ik al had. Hè, met hebben de klas rondjes, steepje buiten de extra klas hidden gegeven. Uh, maar stel je voor dat je een aanmeldformulier had dat had je ook in een div geplaatst. Bijvoorbeeld, div class is aanmelden. dubbele aanmeldstekens. en een afsluitende div tag. Stel je voor dat je in deze klas uh, je aanmeldformulier had geplakt. Dan zou je dus achter aanmelden uh, een spatie en dan hidden. Typen. En dan zou je dus uh, hier in je script uh, in plaats van de klas rondje buiten die remove class hidden krijgt, uh, de klas aanmelden kunnen uh, noteren. Dus aanmelden. Punt aanmelden. Remove class hidden. En ik zal je laten zien dat het werkt. Ik zal hier even neerzetten uh, registratieformulier. En ik klik op bijwerken om mijn bericht op te slaan. Uh, en ik ververs de voorkant van mijn website dan weer. Nou, je ziet mijn uh, tekst aanmeldformulier wordt nog niet getoond. Als ik op bekijk cirkel klik, dan komt uh, de tekst registratieformulier tevoorschijn. Dus zo werkt deze code. Je geeft dus aan uh, voor welke class uh, de class hidden uh, verwijderd moet worden. En het maakt niet uit hoe, uh, welke class je div heet, heeft. Geef als extra class hidden erbij. En noem je CSS-class dus in je script. En dan kun je dus met een klik op de knop zaken laten verschijnen op je website, zonder dat je WordPress-website opnieuw geladen hoeft te worden. Ik hoop dat je deze video nuttig en interessant gevonden hebt, en ik wil je heel hartelijk danken voor het kijken.